Nou, dan zijn we op het deel van Land van Ons in Oud-Aden, waar we doorgezaaid hebben. Het was een beetje gelegenheidsmengsel. Je ziet dat de phacelia heel goed opgekomen is. Je ziet de colza tussen staan. Luzerne, klavers. Er zijn wel wat kalere plekken. Dus ik denk dat we in het voorjaar met de hand nog verder gaan doorzaaien. Maar je ziet wel, in vergelijking met het weiland hiernaast, dat het gewoon gras is, dat het hier wel een stuk dynamischer is. De zon komt zelfs even door. Maar dit soort kale plekken, daar ga ik volgend jaar een ander kruidenmengsel doorheen gooien. Misschien ook wel Westerwolds rijgras. Dat is goed, zowel in droogte als in natte gebieden. En ja, het is goed opgekomen. Phacelia is niet winterhard. Dus dat is in dat opzicht jammer. Maar dat de machine het goed gedaan heeft. De geohobbel. Dat is echt de beste machine om kruiden en klavers door te zaaien in grasland. Die heeft zich wel bewezen. Het is in september ingezaaid. Het is nu van 20 november. Wat mij betreft ziet het er goed uit.